Hij kreeg geen damage van de dynamiet. En dat is de glitch. Vandaag had ik eigenlijk een toffe minigame op de planning staan om te uploaden. Maar er zijn een hele hoop nieuwtjes tussen gekomen. Echt toffe nieuwtjes ook. En aan het eind van die video heb ik ook weer iets heel tofs. Dus de komende dagen kan je ook wat meer minigames verwachten eigenlijk op dit kanaal. Laten we gewoon meteen beginnen met het allereerste. En dat heb ik hier zo. Maar voordat ik ga beginnen trouwens, wil ik eventjes nog vertellen van... Als jullie mij massaal supporten in de itemshop Marnico YouTube... Dan kan ik in januari een dikke vette giveaway maand geven of doen. Dus spread the word jongens... Deel dit nieuwtje en misschien kunnen we dan een dikke vette giveaway maand doen in januari. Hier heb ik het allereerste dus nog eventjes voor me. Fortnite Gifting System Information Leaked. Iemand heeft iets binnengekregen. Een betrouwbare Twitter leaker heeft nieuws binnengekregen over gifting. En er staat dat gifting niet mogelijk zal zijn op de iOS. Let op, wat ik nu ga vertellen over gifting is niet bevestigd. Het is niet heel betrouwbaar. We weten niet of dit echt is of nep is. Maar ik ga het gewoon eventjes doornemen voor de... Dat jij mag giften, moet jij 2FA, de 2-factor authentication, moet je aanzetten. Ik heb er een video over gemaakt, 2-factor authentication. Moet je zeker even kijken. Dan krijg je ook nog eens een gratis dansje. Volgens mij krijg je dat nog steeds als je je 2FA activeert. Als je niet weet wat het is, check zeker mijn video erover. Leg ik het allemaal precies uit. Je moet ook een level 2 of hoger zijn. Nou, dat is niet moeilijk, dus dat kan je ook wel. Maar dingen die je niet kan giften, dat zijn battle passes, V-bucks, echt geld... items die niet in de itemshop beschikbaar zijn. Items die, die je al in jouw locker hebt. En sommige winkelitems zoals Battle Pass tier bundles. Die kan je ook niet giften. Snap je nog een beetje? Je zou wel gewoon skins kunnen giften. Alles eigenlijk behalve Battle Pass en Battle Pass tiers. En dingen die je al in je locker hebt, die kan je ook niet giften. Oké, even kijken. Je kan ook giften dus op Android, PC, PlayStation 4, Switch en Xbox One. Dus geen iOS, dus niet op de iPhone. Oké, dat is een beetje apart. Ook niet op de iPad. En all gifts are non-refundable. Dus al heb je iemand gegift, dan kan je het niet refunden. Dus je kan het niet terug eisen ofzo. Snap je? Het is een beetje onduidelijk. Dit is in het kort een beetje het gifting systeem. Het is dus niet 100% zeker of dit allemaal waar is. Maar ik wil dat jullie toch eventjes gaan vertellen. Heb ik hier nog iets heel anders. Leaken mag niet meer van Fortnite. Dus ik kan jullie eigenlijk geen plaatje laten zien. Maar dat boeit ook niet, want het plaatje is super lelijk. Maar ik kan jullie wel vertellen dat, dat er heel veel nieuwe bestanden in de game staan sinds gisteren. En er zitten een paar nieuwe bestanden nu in de game. En een van de bestanden gaat over de sneeuwstorm. En het heet eigenlijk fog. En dat is eigenlijk... Het klinkt heel raar als ik het zeg trouwens. Maar dat is eigenlijk een soort van mist. Deze mist is misschien sneeuwstorm, misschien is het iets anders. We weten het allemaal niet, maar we denken allemaal natuurlijk dat het de sneeuwstorm is. Die mist, dat wolkje wat we zien afkomen op Fortnite Battle Royale op het eiland. Maar nu zijn er ook dingen geleakt, zoals ijs wat drijft in het water. Er kan ijs gaan drijven in het water straks. Er zijn een soort van ijsbrokjes geleakt. Ik mag de afbeelding niet laten zien, maar het ziet er ook helemaal niet uit. Het is allemaal paars, blauw, geel, rood, groen. Ja, het maakt helemaal niet uit. Kan je het je voorstellen? Ijs wat drijft op water. Dat zou eraan kunnen komen dus. Misschien binnen een week al. We gaan het allemaal zien, jongens. Het volgende nieuwtje is dat de locatie van Tomato en Durburger van de busjes is veranderd. Hij stond bij Haunted Hills, maar nu staat hij bij de racebaan bij Junk Junction, jongens. Dus dat is een heel stukje verplaatst. Heel tof dat het is verplaatst. En nu staan ze trouwens ook recht tegenover elkaar. Spannend, spannend, spannend. Wat gaat er mee gebeuren met die twee? Er zijn een hele hoop dingen gaande. Ik vind het leuk, jongens. Ik vind het ook leuk om een soort van Fortnite nieuws te maken. Bijna elke dag, een paar keer per week dus. Maar goed, er is nog iets gevonden in de bestanden. En dat is Wreck-It Ralph. En dat kan ik nu eventjes laten zien zo. Dit is het filmpje wat is geleakt hier zo, jongens. We zien hier Wreck-It Ralph. We gaan het geluid erbij afspelen en nog een keertje. Dit is in de bestanden gevonden. Normaal mag ik geen geleakte dingen laten zien, maar op deze website staan alleen maar gekke filmpjes en zo. Dit zou gewoon een random filmpje kunnen zijn die ik aan jullie laat zien, maar dit is eigenlijk gewoon een leak. Dit is in de bestanden gevonden van Fortnite. Wreck-It Ralph, die film, die ken je misschien wel. Dit is dus in de bestanden van Fortnite gevonden en dit bestand heeft natuurlijk een naam gekregen en er staat Reels in. En het kan te maken hebben met dit filmpje, of het kan te maken hebben met Risky Reels, dat dit op misschien wel het scherm van Risky Reels te zien zal zijn, of iets anders van Wreck-It Ralph te zien zal zijn.
in Risky Reels. Of misschien is dit gewoon één grote grap dat Wreck-It Ralph misschien heeft ingebroken in de bestanden van Fortnite. Want volgens mij gaat die film, de tweede film gaat dit over, die is gisteren uitgekomen, ook in Amerika. Die komt 12 december pas uit in Nederland. In die film gaat hij ook door allerlei games en door het internet en wifi en weet ik veel wat er allemaal gaat gebeuren. Precies, dit is geen sponsor of zo, maar dit is dus gevonden in de bestanden. Misschien gaat er dus iets gebeuren. Een samenwerking, Wreck-It Ralph, samen met Fortnite. Zou ik in ieder geval super tof vinden. Laat zeker in de reacties weten wat jullie daarvan vinden van Wreck-It Ralph in Fortnite. Ik ben zo benieuwd of er iets gaat gebeuren daarmee. Even kijken, dan hebben we hier. De storm komt dichterbij. Let goed op dit plaatje. Hij verandert elke keer. We zien hem eerst van ver nu volgens mij. Ah nee, dit is van ver. En hij komt dichterbij. Hij beweegt dus wel een beetje zoals je ziet. Niet heel snel, maar een beetje. En over precies 2 weken, dan is ook seizoen 7. Je ziet het hier. Seizoen eindigt over 2 weken. Dus woensdag 5 december of donderdag 6 december zal seizoen 7 starten. Welke dag precies weten we niet. Dus woensdag of donderdag. En dat is over 2 weken. En dan over 2 weken verwacht ik ook dat deze storm dus aan land zal komen. Hij komt dus heel langzaam dichterbij. Het gaat echt extreem langzaam. Dus dit gaat nog wel 2 weken duren. Seizoen 7 gaan we misschien wel een hele witte map krijgen. Heel sick. Oké, iemand heeft hier een leuk ideetje bedacht. Hij zegt hiervan, voeg in plaats van alleen maar ronde stormen toe, misschien ook gewoon van die hele gekke ingewikkelde vormen. Dat je niet, dat het gewoon nog een stukje moeilijker wordt. Dat je niet echt een rondje hebt, maar gewoon zo'n gekke vorm. Vind ik tof. Vind ik echt tof dit zo. Dat het gewoon een beetje anders weer wordt. Dus ja, ik weet het niet. Het is gewoon lachen. Waarom is het rond? Waarom is het niet zo'n gekke vorm eigenlijk? I don't know. Laten we snel verder gaan. Iemand zegt hier, zodra de sneeuwstorm, de snowstorm wou ik zeggen, maar dat is dan natuurlijk precies hetzelfde Engels. Zodra die het land raakt, laat dan de storm er zo uitzien. Als een sneeuwstorm. Ja, vind ik een hele goeie. Grappig. Het is natuurlijk geen must of zo. Het is niet dat het echt zo meteen wit moet zijn of dat het weet ik veel wat. Maar ik vind het wel een leuk ideetje. Heeft hij heel leuk bedacht. En Fortnite, doe dit maar eens. En iemand zegt hier, ik geloof dat wij de penny skin in de game kunnen toevoegen. Want de hitbox, ja, dat maakt allemaal niet meer uit. Want kijk, deze kont is net zoals deze kont. Of eigenlijk is deze kont van deze Save the World skin nog smaller dan deze Llama skin. Want ja, deze hitbox, als je hier schiet, dan raak je hem. Maar als je hier zo schiet, dan raak je hem niet meer, volgens mij. De hitbox is niet groter omdat de skin groter is. Dus waarom voegen ze niet deze skin toe? Ik vind het wel een toffe skin eigenlijk. Maar ja, je denkt dat hij meer opvalt of je denkt dat hij eerder geraakt wordt. Maar dat is dus blijkbaar niet zo, omdat deze skin dat ook niet heeft. Nou jongens, Fortnite, voeg Save the World skins toe in Battle Royale. Zou ik heel tof vinden. Ik vind het echt een leuke skin. En dan hebben we hier een geanimeerd plaatje van deze hele toffe skin. Van Elmira heet deze skin. Elmira animation. Kijk dan jongens. Wat heeft ze vast? Een toverstaf of zo? Wat is dat? Lijkt wel een sterretje. Zo'n, noemt ze een sterretje? Zo'n sterretje van vuurwerk voor oud en nieuw of zo. Dan hebben we hier iets anders. Fortnite. Dit is een hele goede suggestie. Verander nou eens de spawn rate. Want nu spannen de mounted turrets veel meer dan de launchpads. En de launchpads, ja, dat is veel leuker. Dan ben je veel mobieler, kan je veel sneller bewegen. En deze dingen zijn gewoon zwaar irritant. Ik heb hier zo nog wat filmpjes over. Waarin je ziet dat het zo ongelooflijk irritant is. Want hier hebben we al een eerste filmpje die met de mounted turret te maken heeft. Deze guy, die moet goed oppassen voor de mounted turret. Want die turret is natuurlijk super sterk, super gevaarlijk. En hij wordt zwaar onder vuur genomen. Hij wordt zwaar aangevallen, maar hij kan schuilen achter een vending machine. En dit ding heeft gewoon zijn leven gered. Oh, het lijkt alsof het er doorheen komt, maar dat kan natuurlijk niet. Maar dit ding heeft gewoon zijn leven gered. Kan hij hem nou ook nog neerschieten? Gaat hij dat ook nog doen? Het zou wel heel sick zijn als hij dat nou nog gaat doen. En Oké. Misschien kan hij dat wel doen, maar ik denk niet dat hij dat nog gaat doen, of wel? Nee, ik denk het niet. Oké, wat gaat hij doen? Hoe lang duurt dit filmpje nog? Hij duurt niet lang meer. Gaat hij iets bouwen? Wat gaat hij doen? Ik ben benieuwd wat zijn plan is. En wat gaat hij doen? Hij weet zelf ook niet echt wat hij gaat doen, volgens mij. Hij moet wel iets gaan doen, anders zitten we nou helemaal voor niks te kijken, hè? Gaat hij hem doodsknallen? Ik denk het wel. En oh, bijna, man. Bijna. En ja, lekker. Dit heeft hij goed gedaan. Ook nu zo'n loser dansje erachteraan. Heerlijk, man. Heerlijk. Oké, let goed op. Dit is de Guided Missile. Deze man die mist de Guided Missile. Wat gaat hij doen? Hij gaat Guided Missile. En dan gaat hij de launchpad gebruiken zeker, ja. En dan gaat hij bovenop de Guided Missile staan. En maakt hij zo'n ongelooflijk mooie kill? Hij maakt deze game zo ongelooflijk mooi af. GG, man. GG. Oké, hebben we hier nog een mooie play, denk ik. Iemand gebruikt hier een grappler samen met, volgens mij, autobanden. Let goed op. Wat gaat hij doen? Hij gaat de grappler gebruiken samen met de
autobanden. En wop, kijk hoe snel die vliegt. En hoppakee. Dat heeft hij heerlijk gedaan, heerlijk gedaan. Wat hebben we hier? Oh, hier, turret. Ja, de turrets, die worden sneller overhit. Dus ja, als je toch heel veel turrets in game gaat vinden, waarom ga je die niet gewoon allemaal plaatsen? Dat is om en om gebruikt. Oh, hij is overhit. Op naar de volgende turret. Ja, het is niet te geloven. Deze turrets, die vind je veel te makkelijk in de game. Deze had er gewoon een stuk of 18, zag ik of zo. Ja, echt ongelooflijk. Nou, komt er eentje aan zeker. En dan maar weer zo vechten. Hij heeft volgens mij helemaal niet eens is geraakt met al zijn turrets. Maar wel grappig dat het eigenlijk gewoon kan. Dat je zoveel turrets tegelijk kan plaatsen. Heeft hij hem nog niet afgemaakt? Oh, het is ook nog de laatste die leeft. Daar heb ik niet eens op gelet. Gaat hij nog weer in of niet? Deze skin. Ah, nog meer turrets. Oh my god. En... maak hem af. Ja hoor. Nou gaat het lukken, denk ik. Hij is overhit. De volgende. Is niet te geloven, jongens. En gewonnen. Turrets! Ik vind het maar stomme dingen. Ik hoop dat die snel in de kluis gestopt worden. Want ik vind het echt ongelooflijk stomme dingen. Hier hebben we nog een laatste filmpje. En dit is een glitch. Je kan heel makkelijk gewoon geen damage krijgen. Nou kreeg je gewoon damage. Ook al ontploft hij in zijn hand. Maar als je naar boven kijkt, dan krijg je geen damage van de dynamiet. Zie je? Hij kreeg geen damage van de dynamiet. En dat is de glitch die op dit moment er nog is. Dus ik denk dat deze dynamiet... misschien kijk je op dit moment al dat het is gedisabled. De dynamiet... die zal uit de game worden gehaald en Fortnite zal dit fixen. Als je omhoog kijkt, krijg je dus geen damage van de dynamiet. Heel gek, maar het is ook wel heel erg simpel. Laat in ieder geval een like achter, abonneer voor meer. Vergeet me niet toe te voegen in de itemshop als je iets gaat kopen daarin. Dan gaan we in januari een toffe giveaway maand doen. En ik ga ook binnenkort iets weggeven op mijn Instagram. Daar heet ik gewoon Marnikker. En mijn creator tag is Marnikker YouTube. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer.